Volgens mij is het aan mij om zometeen het startschot te geven en dan gaat het echt gebeuren. Maar ik wil jullie in ieder geval ongelooflijk hartelijk bedanken met dit prachtige materiaal. Dat jullie het weer in ere herstellen door echt te gaan roeien. Met deze historische reddingboot. Met de reddingboten die we nu gebruiken. Dus we zijn allemaal vertegenwoordigd. En het is mij een grote eer om dat te mogen het startschot te geven. En eigenlijk als crowdfunding ook weer om... Als de coronamaatregelen echt daadwerkelijk allemaal achter de rug zijn, dat we weer een normale historische reddingbootdag ook in Lelystad hebben. Maar ik ga met bewondering naar jullie kijken. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes. En iedereen hartelijk bedankt die het allemaal mogelijk maakt. Zowel sponsors als vrijwilligers. Daar draait de KNRM natuurlijk op. Donateurs, vrijwilligers. Dus het is hartstikke mooi dat jullie dat op deze manier doen. En ik wens jullie veel succes. Ja.